Een hele goede middag. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Jordi heeft zijn middagslaapje gehad. Is net wakker. Liam die is ook beneden wakker aan het worden. En ik ga heel eventjes Jordi uit bed halen. Hij is een beetje chagrijnig al de hele dag. Dus ik weet niet hoeveel ik ga filmen. Ja, je bent chagrijnig, hè? Maar dat is nou eenmaal zo. Dus ik ga heel eventjes Jordi uit bed halen. En Liam moet zo weer de fles. Dus het komt helemaal goed. Nou, gefeliciteerd. Hey, Wim. Op afstand. Dankjewel. Ik krijg ook weer een mooi plaatsje. Bianca was jarig vandaag. Of is jarig vandaag. En daar zijn we eventjes op de corona manier eventjes gaan feliciteren zoals jullie zagen. En ik heb niet veel gefilmd, want ik heb vandaag een hele chagrijnige peuter in huis. Die krijgt nu zijn flesje. Met Niels samen. En ik zit hier met de kleine rat. Die moest poepen, maar hij kon niet poepen. Dus hebben we maar weer even geholpen. Hé jongen, en nu is het weer allemaal goed, hè? Ja. Nee, ik heb vandaag niet zoveel kunnen filmen, want ik had een lieftallige zoon die overchagrijnig was. Dus ja, daar moesten we het mee doen. Ja, daar kunnen we ook niks aan doen, hè? En nu ga ik eventjes met mijn andere chagrijnige zoon zitten. Ja. En als papa dadelijk Jordi in bed heeft liggen, dan gaat hij met jou zitten. Ja. Dan kan mama ook wat dingetjes doen in huis. Oh, men was verdrietig. Ja. Nou, ik ga eventjes hem van zijn verdriet afhelpen. Een hele goede morgen. Ja, net middag. Ja. Liam ligt lekker te slapen. Jordi krijgt nu zijn flesje. Die was chagrijnig vanochtend. Oh, mensen. Maar goed, we hebben het overleefd. Hij gaat nu met zijn verkeerde been weer in bed. En ik hoop dat hij met zijn goede been uit bed komt. Dus ja, dat hoop ik tenminste. Hij ligt lekker te tutteren. En ja... Ik ben ondertussen met van alles bezig. De was, opruimen, ja. Dingetjes die mama's doen. Ja, de zaterdag is begonnen. Nou, ik ben wel de hele tijd al bezig. Ik ben straks nog naar de winkel geweest en ik heb nog van alles gedaan. Ik ben nu de kamer van Liam aan het poetsen. Hij gaat vannacht in zijn eigen bedje voor het eerst. Dus echt zijn hele eigen bed. We laten het ledikantje nog wel even op onze slaapkamer staan. Maar ja, dit heb ik er nu van gemaakt. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Oh, en hier heb ik het cadeautje staan waar we van Debbie hebben gehad. Dus ja, dan ben ik hier nog eventjes een beetje aan het poetsen. En dan heeft ze straks een schone kamer. Oh ja, voor diegenen die de vlogs vaker volgen. We hebben dit bij de Action gevonden. Hey, best leuk. Wel recht hangen natuurlijk. Ja, bij mij hangt alles scheef. Dus ja, ik moet zijn kast nog helemaal opruimen. Want er zitten heel veel kleedjes in waar die al uitgegroeid is. Maar dat ga ik niet nu doen. Dat ga ik in de loop van de dagen even doen. Ja. Dan is zijn kamertje daar klaar. Nog stofzuigen dweilen. Maar dat doe ik morgenochtend heel eventjes. Maar in ieder geval, waar die in komt te liggen is schoon. En er is gestoft. Dus, tja. En het andere cadeautje heb ik daar staan. En als je ermee gaat spelen, pak ik er gewoon vanaf. Dus ja, ik ga heel eventjes verder hier. Maar ik ben ondertussen ook met mijn wassen en alles bezig. En dan sta ik voor Jordi weer tijd om naar zijn nestje te gaan. Yippie! En dan is Liam alleen nog wakker, als het goed is. Maar goed, ik ga eventjes verder. Oh.
Jullie ligt in bed. Een beetje mopperen, maar we kregen hem in slaap. Jij kreeg hem in slaap. Ik kreeg hem in slaap. Papa, power! Liam hebben we net even moeten helpen met poepen weer. En die is nou aan het wachten tot hij zijn laatste fles krijgt en dan gaat hij naar bed. En dan gaan wij ook naar bed. Yes. En ik ben nog aan het opruimen en aan het doen hier. Oh? Ja, ik moet nog eventjes mijn spullen opruimen. Okay. We hebben vrij laat hebben wij gegeten, dus ik moet even de keuken opruimen, de vaatwasser aanzetten. En nog wel verder rommelen hier, want het is echt een bende. En die laat ik niet zien. Want het slaat nergens op hoe het er hier uitziet. Dus dat krijg je ervan, hè? Twee kinderen. En je moet alles doen. Dus ja. Morgen een leuke dag. Morgen komen mijn ouders. Een hele goede middag. Jordi heeft zijn middagdutje al gehad. Die is wakker. Die krijgt zo zijn soepje. Daar ben ik aan het maken. De kleine Liam ligt lekker te spelen in de box. Niels is buiten in de tuin mee iets bezig. Ik weet ook niet precies wat hij aan het doen is. En mijn ouders komen zo. Die zijn nu onderweg. En die komen zo dadelijk hierheen. Dus ja, daar gaan we op wachten dadelijk. We zijn stiekem weer geknipt. Ja, mijn moeder is geen thuiskapster of kapster. Maar ik moet zeggen, ze heeft netjes gedaan, toch? We hebben lekker gegeten. Ja, we hadden eten besteld. En nou krijgt Joy zijn flesje. Dan gaat hij lekker naar bed. Ja, mijn ouders die zijn weer onderweg naar huis. En Liam die ligt daar lekker te spelen. En dan is de zondag alweer bekend voorbij. Jordi slaapt al. Nou, daar zitten we dan weer. Jordi slaapt. Liam ligt ook lekker te slapen. Die wordt zo dadelijk denk ik wakker voor zijn flesje. En mijn ouders zijn vandaag daar langs geweest. En wat ik daar nog even over wou zeggen is... Het probleem is gewoon dat Jordi die... die moet gewoon een beetje sociaal contact blijven houden. En mijn ouders bijvoorbeeld, die spelen een belangrijke rol daarin bij Jordi, toch? Ja, want Jordi slaapt daar af en toe. Ja, voor het corona gebeuren dan. Nu niet echt, maar... Of ja, helemaal niet eigenlijk. Maar het is gewoon voor Jordi heel belangrijk om dat contact te blijven houden. Omdat hij is qua sociale is hij gewoon heel slecht. Mm-hmm. Het hele sociale gebeuren. En ja, dat moet toch een beetje onderhouden worden. En mijn ouders zijn heel specifiek. Hebben heel veel handen gewassen. En het contact, zeg maar, bijvoorbeeld geen kusjes geven. Dat soort dingen. Wel knuffelen, dat wel. Maar niet, zeg maar, het
het fysieke, Jordi geeft graag kusjes. Dat hebben ze nou niet gedaan. Maar wel geknuffeld en alles. En dat is gewoon heel belangrijk voor Jordi. Mm-hmm. Daarom hebben wij gewoon met mijn ouders afgesproken dat ze konden komen. We waren allemaal niet verkouden. Nee, we waren allemaal niet verkouden. Geen koorts, geen griep, niks. En we weten dat je het bij je kan dragen zonder dat je er erg in hebt. Dat weten we. Maar het hele ding is gewoon dat bij Jordi begint het gewoon steeds meer op te breken. En dat is eigenlijk een beetje de reden waarom we hiervoor gekozen hebben. Om het gewoon een beetje vers te houden voor Jordi. Dat is eigenlijk een beetje de reden. We houden daar gewoon heel veel rekening mee. Met dat je je handen moet blijven wassen en alles. En dat hebben mijn ouders ook echt gedaan. Dus vandaar dat ze dus lang zijn gekomen. En dat wilde ik eigenlijk nog even melden. Ik denk van ja, voordat ik dadelijk allemaal reacties krijg van dat kan niet, dat mag niet. We zijn er ons eigen van bewust hoe en wat de regels zijn. En we proberen daar ook zoveel mogelijk rekening mee te houden. Alleen ja, in sommige dingen kan dat gewoon niet. Mm-hmm. Dus. Ja, soms moet je ook gewoon keuzes maken. Ja, en in dit geval hebben we deze keuze gemaakt. En mijn ouders houden zichzelf gewoon heel goed in de gaten. Mijn vader is ook een risicogeval met onderliggende problemen die hij heeft. Dus hun moeten ook gewoon uitkijken. En dat is gewoon eigenlijk wat er eigenlijk een beetje speelde. En Jordi moest geknipt worden. En Niels moest nog even bijgewerkt worden. Dus ze zei mijn moeder van, nou weet je wat, ze is geen echte kapster, voordat dadelijk iemand dat denkt. Maar ze heeft het zichzelf aangeleerd. Dus mijn moeder zei van, nou weet je wat, dan knip ik Jordi ook eventjes gauw via tondeuze eroverheen. Want ik durf het niet, dus mijn moeder durfde het wel. Dus vandaar dat we dat op deze manier even gedaan hebben. En dat was eigenlijk een beetje wat ik wilde melden. Misschien heel saai, maar ja, dat is zo. Dus bij deze willen we deze ups en downs ook afsluiten. En wij gaan zo dadelijk ook naar bed, na het flesje van Liam. En dan was het dit. Ik heb eigenlijk even niet zoveel te melden verder. Mm-hmm. Dus bij deze alvast wel trusten. En tot de volgende ups en downs. Tot de volgende keer.